eerst een omvangtekening van het schot. Om een beetje breedte in de gaten te kunnen houden. Van een paar plekken in een westernzaal zitten houten bomen en die kun je niet aanpassen. Dus die zijn zoals ze zijn. Dus weet je, als je paard heel dik wordt of dunner wordt, dan kunnen we daar niks anders dan echt een ander zadel voor laten komen. We meten wel altijd 3 vingers achter de schouderblad. Ja. Per zadelmaker verschillend zeg je waar ze het meten, maar het is voor ons die plek het meest handig. Tevens ook een mooie indicatie of dat je paard gelijkmatig bespierd is of niet. Ja, dat is inderdaad belangrijk. 10-2015. Dan schrijven we de datum op. Ja. Dan markeer ik wat links en rechts of wat de linkerkant is. En de naam van het paard en de naam van de klant. Dat gedaan hebben, voelen we altijd een beetje het paard in zijn rug in elkaar steken, zeg maar. Veel blokkades zitten. Anders dan geeft dat nu een vertekend beeld. Weet je, voor hetzelfde geld heeft dit paard een hele gevoelige rug. Ook kom ik met een nieuw zadel aan. Dan denk je straks dat dat van het zadel komt, terwijl het misschien niet zo is. Dan kijk je gewoon hoe die reageert op de prikkels die op zijn rug geeft. Ja. Daarnaast voel ik op dat de wervels inderdaad mooi in één lijn liggen. Ja. Dat daar niet het een of ander in zit. Zeg maar wat erop zou kunnen duiden dat het niet helemaal 100% is. Ja. Mocht dat wel het geval zijn, adviseren we altijd de klant om wel het paard een keer naar de osteopaat of chiropractor te doen om die rug goed los te laten maken. Ook voordat het zadel dan inderdaad wordt aangeschaft. Ja, dat is sowieso altijd raadzaam om eens in het half jaar je paard gewoon naar een chiropractor te doen. Controleren of dat hij genoeg rugreflexen heeft, of zijn buikspieren goed aan kunnen spannen. Dat ze zich rond kunnen maken, zeg maar, samen kunnen lopen. Omdat dat geeft een ander beeld, zeg maar, als je zadel erop ligt. Ja. Ik heb nagaan als een western zadel, die boom loopt van hier tot daar. Als dat hier draagt en daar draagt, dat is niet ideaal. Je wilt dat hij echt over heel veel lengte draagt. Maar als je hem een paardje aan zet, dan krijg je het mooi onder de hele boom. En dan zie je ook wat hij doet als hij correct loopt. Dus verder voelt die rug gewoon en goed. Dus daar hoeven we niks aan te laten doen, gelukkig. We werken met een mal. Ja. Die mal maakt een afdruk van het paardse rug. En daarmee krijg je een hele goede indicatie van hoe staat het zadel nou aansluiten op de rug van het paard. Ja. Westerzadels kun je niet echt goed eronder doorkijken. Ze zijn vrij groot, zeg maar. Dus je ziet niet wat dit gedeelte doet. En je wilt juist het gedeelte waar jij zit, zeg maar, als ruiter, dat ook mooi aansluit. Dan is inderdaad op het punt dat hij zijn buikspieren aanspant. Ja. Niet extreem veel. Het is ook een beetje per ruiter en gebruik van het paard afhankelijk hoeveel rugreflectie ik toepas. Ik bedoel, dit is dan een wedstrijdpaard. Daarvan weet ik dat ze eigenlijk altijd correct en heel erg verzameld loopt. Ja. Dus die kan ik meer met meer rugreflectie en die man maken. Ja.
Of er nou een paar zijn wat echt altijd loopt sterren te kijken, zeg maar van zichzelf. Ja. Ja. Pas je dat een beetje aan. Ja. Hier, nu zie je dat die eigenlijk over heel de rug, net waar zij. Hier was het net. Loopt het niet aan. Kijk, nu zit hier weer een bult in, zeg maar, of een gul. Nou. Lift ik de buik, zeg maar. Nou, sluit hij eigenlijk helemaal mooi aan. Heeft hij overal even veel ruimte. De eerste tak laten we direct op het schouderblad beginnen. Oké. En dan sluit je eigenlijk over heel de rug mooi aan. En je wilt dus inderdaad wel dat hier gewoon een klein stukje ruimte eigenlijk tussen blijft. Ja, dat krijg je nooit helemaal erop natuurlijk, omdat hier die dingen liggen eronder. Ja. Dus kijk wat er gebeurt als we in een kale boom leggen, hoe dat dan aangesloten. Heel eventjes hierbij. Ik heb al een stuk of, wat is het, 20 verschillende bomen. Het scheelt ook een beetje per merk, zeg maar, wat voor bomen dit merk heeft. Wat rechtere panels. Dit merk heeft dan weer bomen met wat meer ronding erin. Zij is vrij recht in de rug. Dus ik laat een boom met heel veel rok erin, heel veel ronding erin, die laat ik achterwege. Nou heb ik gezien dat zij niet de meest smalle is, zeg maar. Ja. Ze heeft vrij veel body. Ja, klopt. Dus ik zal de wat smallere pakken. En een wat breder, om goed verschil te laten zien wat uiteindelijk nou het meest ideale is en waar het paard de meeste vrijheid heeft. Dit is bijvoorbeeld een hele smalle boom. Ja. Je ziet dat hier de panels, zeg maar, veel smaller zijn. Zo. Dan bijvoorbeeld bij deze. Ja. Zie je het verschil ertussen? Ja, dat is duidelijk. Dan leg ik ze allemaal even op de kop om te kijken wat nou het meest gunstigste is. Ik zoek naar de panel, zeg maar, die het mooiste aansluit van het hele geheel. Ja. Zeg maar, dus van daar tot daar en van daar tot daar. Deze gaat te veel op de schoft liggen, zeg maar, hier. Ja. Die gaat niet genoeg bewegingsruimte hebben. Dit is een maat groter als die. Thank you.
vrij rustig kunnen weten. Ik ga niet wippen. Deze sluit eigenlijk het mooiste aan. Die sluit helemaal vanaf hier tot daar aan. Ja. En over de hele lengte heeft hier nu een beetje lucht. Aan de voorkant. Ja. Dus er zou eigenlijk nog een beetje meer bespiering op kunnen. Die Mary die hoeft, heeft nu eventjes wat rust. Dus dat is eigenlijk ideaal. Ja, weet, nou ja, als ze dan zich weer verder ontwikkelt, heeft ze een beetje ruimte om dat op te vangen. Dus dan kan er daar weer wat spier in groeien. Dan gaan we kijken alsof, als ik de boom op het paard leg, of dat het ook zo is. Want ik kan dat wel eens tekenen. Oh. Hij heeft zij veel manen. Een klein beetje manen niet kan doen. Hey. Omdat zij van die ja, toch vrij forse schouders heeft, heb je de ruimte hier in die panel nodig, zeg maar. Ja. Nu kan ik mijn vinger hier mooi langs halen en daarna sluit het mooi aan. Dus het schouderblad kan heel mooi zo naar achter rollen. Ja. En weer terug. Ja. Dus als je dat niet hebt, dan gaat hij daar tegenhouden, zeg maar, en dan gaan ze zo'n beetje verkrampt lopen. Ook hier weer, onder een bellylift, zie je dat hij over dit stuk, kijk maar hè. Dat hij helemaal mooi aansluit. Ja. Hier onderlangs. Zie je, er komt geen lucht door. Als ik op druk, gaat hij niet wippen. Hij ligt heel mooi stabiel. De andere kant is dat hetzelfde. Zo eentje op. Dit is natuurlijk heel smal. Zie je wat hij gaat doen? In vergelijking met het andere, die gaat hier achter het schouderblad, die gaat daar liggen drukken. Dus dat schouderblad niet mooi aan, nee. Kan niet naar achter bewegen. Dus dat is gewoon alsof die, ja, dan zelf met de kleine schoenen, waar hier een bult in zit, daar word je niet blij van. Dus we moeten een zadel pakken waar die boom in zit. Kijk, of dat uiteindelijk zoiets is. We kunnen met alle bomen die we hebben, we kunnen daar een tijdelijk zadel mee houden, dat je alles kan uitproberen. Ja, dat is wel ideaal natuurlijk. Ja, nou ja, dat scheelt gewoon. Dan hoef je niet 100.000 zadels bij je. Wil je vast staan? Ja. Mag ik even een kleedje. Auto anders wordt het geslapen. Hier liggen. Westen zadel begint pas om en nabij hier, echt met de boom. Het eerste stuk is, het loopt mooi weg. Want hier, nou zie je dat hier ook, een klein beetje lucht. Hier zit, de andere panels dragen mooi mee, maar hij gaat niet wippen, weet je? Ja. Hier nu voorop druk, dan gaat niet dit doen, anders zou hij het voorover. Ja. Als een zadel te ruim is, dan kunnen ze vaak voorover. De boom begint pas echt hier. Ja. In vergelijking met een dressuurzadel. De boom zit eigenlijk direct waar je zweet. Want bij ons zit er echt nog 2 centimeter, 2,5 centimeter leer voor. Vanuit je ook iets verder begint met meten, zeg maar. Ja, daarom zaten wij misschien voor het oog echt wat meer naar voren. Maar dat is niet zo. Kijk, zie je?
En dan ligt hij eigenlijk perfect. Ja. Mooi, stabiel. Weet niet inderdaad. Voel maar eens hier met je hand langs de schouders. Daar blijft ook weer de ruimte op de schouderblok. Ja, dan voel je inderdaad daarna wel direct. Ja, daarna sluit dus, ja, dus het schouderblad dan heel mooi in de achter roteren weer terug. Ja. En dat wil je toch uiteindelijk. Dus dat was het. Prima, bedankt. Ja, alsjeblieft. Kind kan de was doen. Oh.